Floriade is een wereldlandbouw- en tuinbouwtentoonstelling die eens in de 10 jaar in Nederland wordt gehouden. En dit jaar doet Suriname mee. Het is een plek waar verschillende landen zich laten zien van wat zij doen op het gebied van landbouw en landbouwtechnieken. En dit jaar staat vooral duurzaamheid centraal op de Floriade. En Suriname is een van de landen die op het terrein van duurzaamheid, duurzaam landbouw, duurzaam toerisme en duurzaamheid rondom het tropische regenwoud laat zien wat we in huis hebben. We organiseren tijdens de Floriade, die tot 9 oktober duurt, regelmatig en op gezette tijden activiteiten die te maken hebben rondom het thema, wat we in het paviljoen aan de orde brengen. Dus we hebben een dag gehad met ondernemers. Minister Kuldeep Singh was toen hier in Nederland op de Floriade. Hij heeft toen ook een contract getekend namens de minister van Landbouw voor een investering van een groep Jaguar die 4,5 miljoen euro gaat investeren in Suriname om gember te gaan verbouwen en avocadoplantage, 5000 bomen gaat aanleggen, samen met FAI. Dus zo zijn er zeg maar wat activiteiten die we proberen te koppelen aan de landbouw, duurzame landbouw. Dat is een van de thema's op de Floriade. Het andere thema is zeg maar duurzaam toerisme, alles wat te maken heeft met het Suriname regenwoud, het binnenland van Suriname, waar heel veel belangstelling voor is. Een van de paviljoens die onze buren zijn is Duitsland. En die waren zo geïntegreerd door ons paviljoen. Die hebben vorige week een delegatie van 40 man die van verschillende Duitse instanties en toerismebureaus kwamen. Die zijn langs geweest om te kijken en zich te oriënteren. Die waren zeer geïnteresseerd, dus daar gaan misschien ook wel nog wat contacten uit komen. En het andere thema, het derde thema wat we dus op die Floriade neerzetten is het Amazone-regenwoud, waar we Suriname in de picture proberen te zetten. En de potentie die het heeft, we hebben dat samen gedaan met de Amazon Conservation Team. En die zijn heel erg actief op het terrein van behoud van het regenwoud. En vooral ook de inwoners van het regenwoud, de inheemse gemeenschappen. Samen met hun hebben we eigenlijk een kleine week, 4 of 5 dagen hebben we toen dingen gedaan op de ambassade en op de Floriade. Dus daar hebben we eigenlijk een paar hele goede dagen van gehad. We hadden de mensen van ACT zelf, veel Nederlandse organisaties en mensen die op het gebied van duurzaamheid actief zijn en ook wat willen doen met Suriname. We hadden ook meneer Ramon Awinkina, die een van de natuurgenezers die uitleg heeft gegeven over hoe dat nou werkt en wat zijn werk allemaal inhoudt. Er is grote belangstelling voor. Dus zo zijn we bezig. We hebben een aantal activiteiten, hoor nog de planning. Er komt in september een Suriname Business Week samen met het Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Er komt nog een speciaal, wat komen we weer terug op je Sopropo, een Sopropo Festival. Dat doen we samen met de ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. Die hebben een project waar ze zeg maar Sopropo proberen te ontwikkelen in verschillende stadia, ook in Nederland. Dus zij gaan stappen ondernemen om zeg maar in Suriname een soort pilotproject te doen rondom duurzaam en zeg maar systematisch geproduceerde Sopropo. En dat uiteraard samen met Surinaamse ondernemers.